Welkom. Vandaag gaan we het hebben over vleesetende planten. En we hebben een speciale gast, Dylan. Dylan is erbij. Zijn idee, vleesetende planten. Waar gaan we het over hebben? We hebben drie onderwerpen en we lopen ze even af. En we hebben hier dus een Venus vliegenvanger. En aan de hand van die Venus vliegenvanger gaan we een aantal dingen bespreken. Van. Bijvoorbeeld, hoe zien ze eruit? Nou, er is wel iets bijzonders aan de hand met die vleesetende planten. Want ze zijn allemaal heel langzaam groeiend. Het zijn heel veel verschillende vleesetende planten. Maar ze groeien allemaal dus heel erg langzaam. En zoals je al gezien hebt, ze zijn allemaal groen. Dus ze doen ook aan fotosynthese. Dus misschien vraag je je af, waarom eten ze dan planten, Dylan? Waarom eten ze planten? Nou, dat komt omdat ze te weinig nutriënten hebben. Ha. En ze zitten vooral in moerassen en in moerassen zitten weinig tot geen stikstof. En dan hebben ze dus nutriënten nodig en die krijgen ze door vliegen of spinnen op te eten. En Dylan, deze vliegenvanger, die komt uit? Amerika. Uit Amerika, ja. En hij wordt dus hier gekweekt. Maar het is een Amerikaanse Venus vliegenvanger. Ja. North Carolina en South Carolina. North en South Carolina. Oké, dan. Nou, wat ik heel erg interessant vind, hè, als we het over de evolutie hebben, dat, zoals ik al zei, er zijn heel veel verschillende. Die zien er allemaal anders uit. Dus dit trucje van het eten van vliegen of het eten van spinnen is door heel veel planten ontdekt in de evolutie. Dus het is niet één keer ontdekt en daarna uitgespreid, maar het is op heel veel plekken is dat ontdekt. En dat noemen we parallele evolutie. Het is allemaal wel een aanpassing van het blad. Dus of je nou een blad hebt, zoals deze Venus vliegenvanger die dicht gaat, of je hebt een blad waar een soort van sticky vloeistof op zit, waar insecten blijven hangen, of je hebt een blad in de vorm van een beker, waarin beestjes kunnen verdrinken, die dan opgegeten worden. Het zijn allemaal de bladeren die dus deze aanpassing hebben. Parallele evolutie. Heel interessant. Oké. Dan gaan we nu naar een vliegenvanger kijken. Ja. Ja? Laten we naar een vliegenvanger gaan kijken. Close-up. Nou, we gaan de bladeren gaan we. Nou, hoe zeg ik dat? We gaan de bladeren laten dichtklappen. Ja. En er zitten twee haartjes aan de binnenkant. En die moet je binnen een seconde. Wow. Dat ging niet. Vette shizzle. Ik zag hem, hè? Mm-hmm. Kijk of we deze ook kunnen doen. Hier zit, als je goed kijkt, zie je hier aan de bovenkant zie je die haartjes zitten. Mm-hmm. 1, 2, 2. Deze heeft er geen zin in. Wow, we hebben net gezien dat die bladeren zo dichtklapten. Dylan, hoe gebeurt dat? Nou kijk, je hebt hier een groep cellen met heel veel vocht. En als er dan een insect of een spin de haartjes aanraakt die binnen in de bladeren zitten, dan verliest dit heel veel vocht. En dan kunnen en omdat dit heel veel vocht verliest, dan gaan de cellen die gaan ook weg. En dan kunnen ze dichtklappen. En als het insect dan steeds meer rondvliegt of rondwaalt in de plant, dan gaan deze haartjes steeds meer dicht. Want dat doen ze omdat als er bijvoorbeeld maar een heel klein beestje in zit, waar niet zoveel nutriënten in zitten, die kunnen ze dan nog uit. Maar als er nog een grote vlieg in zit of zo, dan gaan ze dicht omdat die dan nog meestal door de plant heen razen. Ja, wat die Venus vliegenvanger niet wil, is dat die bladeren dichtgaan en dat die dan niet met iets heel kleins opgescheept zit. Hij wil een groot insect waar heel veel voedingsstoffen in zitten, waar veel mineralen in zitten. En dus altijd kleine gut, zo'n klein fruitvliegje. Ja, dat moet zo snel mogelijk er weer uit. Daarom zit er ook ruimte in die haren, die kunnen eruit. En dan kan al binnen een vrij korte tijd kunnen die bladeren weer openstaan. Omdat deze groep cellen, die krijgen dan weer opnieuw vocht. Ja, dat kan je als een soort deurdranger zien. He, iets wat de deur tegenhoudt. En gaat het vocht eruit, dan klappen die bladeren dicht. Ja, supercool. Het is een langlevende plant, hè, Dylan? Ja, 1 tot 3 jaar. Voordat die volwassen is? Ja.
Dus... En hij kan dan wel 10 tot 20 jaar of 30 jaar oud worden. Ja, zou je niet, dat zie je niet aan hem af, aan zo'n klein miserig plantje. Ja. Ja. Ze zijn beschermd in Nederland, want het gaat helemaal niet zo goed met vleesetende planten in Nederland. Er zijn steeds minder plekken waar ze kunnen groeien. Omdat er steeds meer plekken heel veel mineralen beschikbaar is. Dat is een ander probleem. Goed, Dylan. Nou, dank voor je aandacht. Ja, dank je voor je aandacht.